superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over onze wedstrijd die we gereden hebben met Atos en Bokke in Tolbert. Jullie hebben al een klein stukje kunnen zien in de weekvlog, maar vandaag nemen jullie mee in ons avontuur. En het was een heel avontuur. Het was sowieso al een avontuur om met twee hengsten een heel eind te rijden, maar dat ging eigenlijk hartstikke heel goed. Ze waren echt heel lief onderweg. Nou, laat het inladen beginnen. Kijk even nu. Kijk even hoe het er nu uitziet. En kijk even hoe het er straks uitziet. Let's go. Jongen. Heel goed. We zijn lekker aan het rijden. We zijn al eventjes onderweg. We hebben overal gestopt om uiteraard een lekker koffietje te halen. Ik heb mijn naam niet goed geschreven. En het gaat eigenlijk best wel goed. In het begin was Atos vooral een beetje aan het kwaaien. Ja, die was het er niet helemaal mee eens. Maar dat, nou, daar hoorden we een beetje. Ik moet zeggen dat het eigenlijk de laatste tijd gaat goed. We moeten nu nog ruim uurtje rijden en dan zijn we er. Het is best een stukje rijden naar Tolbert. Het is zeker dik 2 uur voordat we daar zijn met de paarden. Als we daar dan zijn, dan mogen we direct de baan verkennen. Ja. Wij zijn aangekomen in Tolbert. Daan heeft haar melkkorven om. Wij gaan nu eerst even kijken waar we moeten zijn. Gaan we even inventariseren en dan gaan we de paarden eruit halen. Ja, en ik moet plassen. Oh, ik ook. Wij hebben de stal ondertussen gevonden. We hebben ook gevonden waar we moeten rijden. Dat ook. Wij dachten dat het binnen was. Ja, we hadden gehoopt op binnen. Maar we moeten dus hier, niet het parcours. Nee. Maar hier, eigenlijk achter Steve de hoofd. Achter mijn hoofd. Daar mogen we rijden. Ja, we gaan ze nu gelijk even opzadelen. Dan gaan we eventjes de baan verkennen. Hallo kinderen. Hoe gaat het met jullie? Hallo. Kijk, mijn nieuwe helm. Heeft u daar nog een lap? Mag ik nog een lap van jou? Een lap. Ik had net een lap gezien. Ja, hier is een lap. Oh, je bent nog heel ver. Ik nog niet. Ja, maar jij hebt je laarzen zo aan. Dus ja, dat is ook wel waar. Nieuwe kappies. We zitten! Oké, is er klaar voor? Het was een heel mooi grote terrein in Tolbert. Er lagen twee mooie dressuurringen naast elkaar. In de baan daarvoor werd nog een meneesles gegeven. Dus dat was wel even dat ik dacht, hoe zal Bokke daarop reageren? Maar daar eigenlijk in de baan keek hij nou nagenoeg nergens naar. Natuurlijk deed hij wel een keer hinneken en een keer met Atos heen en weer hinneken. Maar hij gedroeg zich eigenlijk supergoed. Dus dat was voor mij een hele boost voor de volgende dag. Voor mij was het de allereerste keer dat ik met een hengst op een ander terrein ging rijden. Ik heb hier natuurlijk wel hengst gereden, maar ik heb nooit net als Daan jonge hengsten op ander terrein gereden. Dus ik moet zeggen, ik vond dat niet per se super spannend, maar het was vooral eventjes dat ik dacht, ja, ik weet geen idee wat ik moet verwachten. En Atos die was daar best wel heel veel hengst. Die kwam eigenlijk al aan en die dacht, zo, ik zal even laten weten dat ik hier ben. En dat was voor mij wel eventjes een overwinning, om het zo maar even te zeggen. Nee, dat heb je goed gedaan. Een overwinning. En Atos die had wel echt dat hij dacht van zo, nou hier ben ik. En die was ook flink luidruchtig en die was echt heel erg aanwezig. Uiteindelijk wel heel fijn kunnen rijden. Het was ook fijn dat Daan mij op een gegeven moment even een beetje hielp en zei van oké, dit is goed. En krijg je toch weer een beetje vertrouwen van, ook al vind je het niet goed. Maar dat is dan toch... Nee, maar dat is dan altijd wel fijn dat we elkaar er een beetje doorheen kunnen praten. Ja, dus uiteindelijk heel fijn kunnen rijden. En dat gaf ook wel vertrouwen voor de volgende dag. Nou, ook voor de allereerste keer ergens anders en dan naast elkaar in een concoursbox. Ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Het is hier heel erg donker. Het is niet zo heel laat, het is 8:50. Maar jullie gaan mij niet meer zien. Ik ga even het laatste dingetje doen. Noodformuliertjes ophangen. Boxen dicht doen. We zijn hier echt helemaal alleen. Helemaal alleen hier. Ja, nou ik moet wel zeggen dat ik wel echt een beetje afgepaaid was van alle spanning en van de hele reis en dat inpakken en de hele militaire operatie. Om alles te zorgen dat alles goed is en dat je daar bent, want je kan niet makkelijk naar huis. Nee. Te zorgen dat we echt alles na zo'n lange tijd weer op concours. Dan ben je er toch een beetje uit, merk je. En dan is het allemaal weer, dat je denkt, oh. Want we hadden ook weer altijd mijn haarknot. Waar is die eigenlijk gebleven? Daar is het hotel. Kijk
is even wat een mooi kamertje. Om 8 uur ben ik naar stal gegaan om de paarden te voeren. Om 9 uur weer terug in het hotel te zijn, dat we daar samen ontbijten. Ja. Goedemorgen. Mijn ogen zitten nog een beetje dicht. Maar het is 7 uur 's morgens. En ik ben nu onderweg naar stal om Bokken en Atels te voeren. Oké, daar zijn we. Hallo. Ik heb hier de bak met Bik staan. 3/4 schep graan. Dat is een kwartje meer als wat hij thuis krijgt. En waarom? We willen natuurlijk een beetje meer power hebben vandaag. Dan krijgen ze, net als dat ze dat thuis altijd krijgen, een bakje met oerbalans. En voor alle spanning en sensatie die ze vandaag gaan meekrijgen, krijgen ze al de hele week van Vitalstel de magnesiumcitraat. Bok is een emmer. Is klaar. Dan zet ik hier buiten en dan gaan we Atels eronder maken. Hoi, oh, heb je lekker in je poep geslapen? Lekker. Hoi. En de paarden hebben in de noodstallen geen lopende waterbak. Dus we gaan ook eventjes water vullen. Nou, ik wilde dus heel leuk veel meer water ingeven, maar dat is niet helemaal gelukt. Zo, de laatste finishing touch is, als ik het te pakken krijg, lekker een plakje hooi. Kijk eens, jongen. Ik kom er dus net achter dat Atels in mijn stal staat en Bokken in Stefans stal. Kijk. Danielle Kok en dit is Atels. Nou, de deuren zitten dicht. Even weer 100 keer controleren. Dus ik ga lekker terug naar het hotel. Ga ik me even schminken en gaan we eten. Maar het is dus echt heel raar, hè, voor mij dat je dus echt wel een 20 minuten naar je paarden toe moet rijden. Ze dan hebt gevoerd en dat je ze dan weer achter moet laten. En dan weer helemaal naar je slaapplek toe moet. Ja, dat was best wel even voor mij onderweg een dingetje. Nou, daar had jij gewoon last van. Ja, ja, echt wel. Je weet er maar over door. Ja, dat zie ik probleem. Ja, zo. Nee, dat was wel echt even een dingetje voor mij. Ja, nee, dat was duidelijk dat dat een dingetje was. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb ondertussen alvast mijn gezicht er even opgetekend. Alles weer ingepakt. En ik ga nu Daan halen voor het ontbijt. Yo. Yo. Zet. Ja, best. Wij hebben een ontbijtje. Dan gaat Daan even de tv aanzetten, want Daan heeft last van... Wat heb je last van? Wat is dat? Misofonie? Ja, Laan even kan niet zo goed tegen mijn eten mensen. Maar ik zeg, ik ga ook gerust in mijn eigen kamer. Maar ze zegt, dat is ook niet buiten. Dus we gaan even de tv aanzetten. Ja, er staat natuurlijk volgens mij niet dat je AX7 moet binnenkomen. Of wel? Gaat er eigenlijk binnenkomen voor AC? Ik zal zo eens kijken. We hebben een kleine discussie of we binnen moeten komen over de AC-lijn. Misschien moet je zelfs gewoon AK, B, C. Zo, dan ga ik dat zeker doen. AFP, is. We hebben allebei één struggle. Voor mij is de struggle binnenkomen over de AC-lijn, want Atels die gaat zo. En Dani heeft één struggle, dat is of ze goed aan kan galopperen in de rechterhand. Dus daar hebben we het nu eventjes over. Daarna hebben we ontbeten en zijn we naar de stal gegaan en zijn we begonnen met Bokken klaarmaken. Want Daan moest als eerste rijden met Bokken. En we hadden daarna mooi 2 uur ertussen voordat ik met Atels moest starten. Kijk eens, wat is die mooi. En wil je nog een extra therapie? Dan ga ik bij Atels nog even zijn therapiedekje omdoen. De camera was op. Ideaal. Maar kijk eens hoe mooi ze zijn. Zie je? Godverdikkie. Ik ga ze nu even naar het losrijterrein brengen en dan spreek ik jullie zo weer.
Nou, wat Bokke natuurlijk niet gewend is om met heel veel paarden in de bak te lopen. En dat was zeker duidelijk. Het waren nu echt twee ringen naast elkaar en de losrijbaan helemaal vol met Friese paarden, Friese hengsten, Friese alles. Daardoor was Bokke best heel erg het mannetje. Was hij erg afgeleid, was hij veel om zich heen aan het kijken, veel aan het hinniken. Ik had wel het idee dat ik hem uiteindelijk met het losrijden wel weer een beetje voor elkaar had. Stukken. En hij voelde heel fit, dus ik dacht ik ben er klaar voor. Ik doe nog eventjes rustig stappen en dan kan hij de ring in. En toen in de ring... Wat dit ook helemaal niet aanzien kwam, omdat we de dag ervoor natuurlijk nog getraind hadden in die baan. Hij was zo braaf en ging zo makkelijk die baan rond. En het was eigenlijk voor hem geen enkele moeite. Waar Atos nog best wel dacht van, wat gebeurt hier allemaal? Ja, wel spannend. Maar Bokke die was nu, hij was er gewoon af. Hij had gewoon, dan merk je gewoon dat we dat jullie helemaal geen wedstrijdervaring nog hebben. Dat hij zelf natuurlijk ook geen wedstrijdervaring heeft. Dus in de proef, ik heb wel geprobeerd de proef te rijden, maar het was echt wel alle zeilen bijzetten. Hij liet zich denk ik wel heel goed zien. Ja. Bewegingstechnisch heeft hij het echt super goed gedaan. Maar om daar dan natuurlijk ook nog een proef mee te rijden. Dus dat is een les voor de volgende keer. Dat we echt wel een paar keer met hem op ander terrein moeten oefenen waar ook andere dingen gebeuren. Nu is hij natuurlijk wel een keer mee geweest naar Gardien toe. Maar daar is hij dan toch natuurlijk als enigste in de bak of met Atos. Ja, je ziet het zijn echt die Friese. Want die dag ervoor was hij natuurlijk super braaf en dan zijn al die hengsten daar en dan is het gewoon te gek. En het was een hele aparte ervaring, want het was natuurlijk geen wedstrijd. Dus we waren Bokke aan het afzorgen, toen kreeg Daan op de mail haar protocol. Dus dat was ook wel heel grappig. Het was wel heel leuk om nog te zeggen, de jury had eronder gezet. Super knap paard, heel goed paard. Jammer van de spanning, daardoor gewoon moeilijk te beoordelen. Ja, ze moeten natuurlijk wel kijken hoeveel talent hij heeft als dressuurpaard. Zeker. En als hij dan natuurlijk zo afgeleid is, dan kan hij natuurlijk wel laten zien dat hij heel goed kan lopen. Maar hij moet daar dan natuurlijk wel ook bij gefocust zijn en een mooie proefje kunnen lopen. Ja, dus dat is voor de volgende keer waar jij aan gaat werken. Nou, toen Bokke op stal stond, ben ik me rustig klaar gaan maken en heeft Daan voor mij Atos gedaan. Dat vond ik wel heel fijn. Ja, dat vond ik wel heel fijn dat Daan heeft helemaal Atos overgenomen zodat ik me echt kon focussen. Ik ben natuurlijk echt wel heel lang niet op wedstrijd geweest en na Bokke gezien te hebben was ik toch wel dat ik dacht, dit wil ik niet. Maar eigenlijk mijn hele lijst zei, waarom zou je dit in hemelsnaam doen? Weet je ook de druk bij de rechter aan? Dat voelde ik uiteindelijk ook helemaal niet meer. Ik ben me rustig klaar gaan maken. Ik heb me aan het Atos gedaan. Ik ben een beetje spulletjes op gaan ruimen om een beetje mijn gedachten te verzetten. Muziek gaan luisteren. En toen kwam het moment. Dat is denk ik echt het moment van het weekend. Dat Daan Atos zijn hoeven. We hadden een super mooi spulletje om dan de hoeven en de zwilveren wat extra zwart te maken. Dan zijn ze extra zwart, extra mooi. Ja, we waren nog extra naar de horstor geweest om black paint, lak te halen voor de hoeven. Op het moment dat ik dat dus bij Atos opdoe, zet hij een pas of hij wilde schrapen en dat hele potje ging zo helemaal overheen. Oké, jullie willen zeker weten lachen. Ik heb Atos zijn benen was ik met de black magic aan het doen. Toen ging hij lopen en toen ging de black magic helemaal over me heen. Dus dat wordt boenen. Dus er wel nu, het zit er nog steeds, daarom zie ik het. Ja, op mijn nagels zit het nog wel heel erg. Het gaat er gewoon niet af. Op mijn been is het bijna helemaal weg. En het was wel, alles wat je zag, wat we meteen hadden weggeveegd, dat was ook wel meteen weer weg. Ja. Maar daardoor werd eigenlijk de hele rustige, kalme situatie wel ineens even een soort stress situatie. Want ik was zwart en Steve moest op Atos. Het was heel fijn dat Fokker ook was, want Daan kon daarna even opruimen alles. En ze kon Fokker even met mij een paar rondjes lopen door het losrijterrein. Waar Atos ook wel weer flink niet weet dat hij er was. Ik moet wel zeggen dat hij na een paar rondjes best wel inbond. En dat ik eigenlijk bij het losrijden ook best wel fijn kon rijden. De wedstrijdpiste best wel spannend, want zo Atos staat daar niet van binnen. Ja, en die doet echt een soort wonderboven Ik was echt, ik stond er veel mee en ik moest misschien zelfs een beetje een traantje wegbrengen. Ik was er echt serieus trots op. Ik vond het ook echt heel leuk om te doen. En ik had ook echt wel weer een beetje die spirit van, oké, kom op, we gaan ervoor. Ja.
tegen mij. Ik zeg tegen Steve, ik denk, we moeten het positief benaderen. Joh, Steve, wat heb je goed gereden? Maar je hebt geen voltes in galop gereden. Nou, wat was jouw antwoord daarop? Maar die hoeft helemaal niet. Ja. Het zijn dus met dit soort wedstrijden krijg je verplichte onderdelen. Daar moet je zelf een proefje van maken. En Steve heeft dus helemaal niet bedacht dat ze ook twee voltes in galop moest. Nee, dus ik heb vergeten. Niet bewust, maar ik heb... Ja, ik heb gewoon niet, je proef niet meegenomen. Nee, ik heb... Nou, we hebben in de week vlog het proces gezien van het maken van die... Van die proef, die heb ik 100.000 keer geoefend. Ik had het helemaal in mijn hoofd en helemaal ook zo en gedaan. En stom, want ik heb ook helemaal hier thuis niet met jouw proef meegekeken. Ja, wel stukjes, maar nooit, ja, nooit die hele proef. Dus dat was, daar werd ik best wel op afgerekend. Dat ik dus die voltes niet had gemaakt. Ik had dus en voor de voltes natuurlijk tweeën. Ik had uiteindelijk ook nog een vier voor het proefje die dubbeltel. Voor hè, hoe het proefje eruit zag. En ik had heel erg mijn best gedaan op het maken van een verrassende proef. Ik was zo trots op mijn verrassende proef dat ik, en toen kreeg ik onderaan dat ik een simpelere proef. Ja, ze vonden het een onlogische proef. Dus ja, er zaten gewoon niet heel veel herkenbare dingen in uit zeg maar de standaardproef die we altijd hebben. Ja. Dus die ja, kon de jury ook niet zo goed plaatsen, waardoor ze het een beetje moeilijk vonden, denk ik. Ja, dus daar werd ik een beetje op afgestraft. Dus nou, voor de volgende keer gewoon een simpel proefje. Ik ga gewoon een L2 proefje rijden. Maar jij zat wel nog mooi in de middenmoot. Ja, het ging ook. Maar daarom, als ik gewoon die voltes had gereden en een normale proef, dan was het eigenlijk gewoon hartstikke goed geweest. Want er stond ook onder dat ze het heel talentvol paard vonden en een goed paard. Dus ik was gewoon super tevreden. Ja, heel dom van die onderdelen. Maar goed, we moeten inkomen en dan moet het daar maar even aan liggen. Ja. Dus ja, over 3 weken. Ja, over 2 weken. Oh, over 2 weken. Over 2 weken gaan we weer. Dan gaan we naar de volgende selectie. Dankjewel voor het kijken weer naar deze video. En we zien jullie volgende keer weer. Doei! Doei.